kleuren die ravotten in speelpark De Splinter. Het beeld was de afgelopen maand niet te zien in Woensel. De deuren waren tijdelijk gesloten vanwege de drukte en agressie van ouders. Maar De Splinter gaat zondag weer open. Wel gelden er extra maatregelen. Zo schakelt de speeltuin op drukke dagen medewerkers in van een extern bedrijf. Zij moeten zorgen voor het toezicht en een fijne sfeer. Als het te druk wordt, gaan de poorten van de populaire speeltuin in Woensel alsnog tijdelijk dicht. Ruim een maand geleden ging het dus mis. Er ontstond een enorme drukte en wachtende ouders werden agressief. De speeltuin besloot daarop om in te grijpen.